Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur is bezig voorbereidingen te treffen om de telecommunicatievoorziening te Kwamala Samutu te verbeteren. Een delegatie onder leiding van directeur Mike Antonius en onderdirecteur Dorique Ramlakan hebben een bezoek gebracht aan het dorp. Volgens directeur Antonius was het bedrijf al voor de pandemie begonnen met de voorbereidingen in het gebied. Telesur had toen gesprekken met het traditioneel gezag om uit te leggen waarom de werkzaamheden nog niet konden starten. Antonius legt uit waarom de uitbreiding van belang is. We hebben als directie van Telesur een bezoek gebracht aan Kwamala Samutu, omdat wij voor de pandemie reeds materialen hier hebben geleverd om de telecommunicatievoorziening op Kwamala Samutu te verbeteren. Het is belangrijk om het aan het traditioneel gezag uit te leggen wat de reden is geweest waarom het al die tijd niet heeft plaatsgevonden. Vanwege de pandemie, we weten allemaal wat de effecten ervan zijn geweest, was het met name moeilijk om die werkzaamheden te laten plaatsvinden. En daarna, nadat de effecten van de pandemie minder werden, zaten we natuurlijk met de uitdaging van de hele zware regens van de afgelopen periode. Nu naderen we het einde van de regentijd, we gaan richting de droge tijd. En we hebben uit respect een bezoek gebracht om dit uit te leggen, maar tegelijkertijd ook aan te geven hoe we dit voort kunnen gaan zetten. We hebben een inventarisatie gemaakt van de materialen die reeds hier zijn. En zonder al te veel inspanning zal het ons wel gelukken om hier de werkzaamheden af te ronden. Dus dat is de reden geweest van ons bezoek. Nou, er zijn hier ongeveer 2000 bewoners in dit dorp. Om en bij evenveel als in Koroni. En dat maakt het al reden genoeg om toch wel te kijken naar de mogelijkheden om hier die mast op te zetten. Nogmaals, er is al een mast, alleen het dorp groeit. En om die reden is het niet, de mast die er nu is, heeft niet de mogelijkheden om de telecommunicatiediensten aan ieder in dit dorp te leveren. Dus we gaan nu een hogere mast plaatsen. Volgens technisch onderdirecteur Ramlakan is er al een mast. Maar de behoefte van de gemeenschap is door de jaren heen gegroeid. Ramlakan gaat in op de aan te brengen verbeteringen voor Kwamala Samutu. We hebben reeds een bestaande mast dat 20 meter hoog is. Maar de bevolkingsbehoefte is gegroeid. Met de tijd heen zijn jongeren ook schoolgaand en men heeft meer internet access nodig. Dus we zijn bezig een nieuwe mast te bouwen dat 120 meter hoog zal zijn. Dus de herstart ervan. We zijn nieuwe afspraken komen maken met de lokale gramang, met de gramang en de kapiteins en ook met de bevolking. We hebben een visit gebracht naar de locatie om na te gaan of alle materialen nog zijn en hoe we kunnen gaan herstarten. Daarvoor hebben we planning gemaakt en we zullen dit jaar sowieso herstarten met de bouw van de 120 meter mast van Kwamala Samutu. Zodat het bereik stukken groter wordt voor de bevolking hier, omdat de bevolking is gaan uitbreiden, maar men gaat ook meer het bos in, kostgrondjes in en daar wil men ook bereik hebben. Dus al die zaken nemen we mee om het bereik te verbeteren. Maar ook sowieso de belangrijkste, internet access. Daarmee zullen we ook van start gaan met onze satellietproviders om dat te gaan verbeteren. Zodat wanneer we operationeel zijn volgend jaar er beter internet access is hier. De Telesur-directeur heeft na de Kroetu met het traditioneel gezag een geste gedaan aan de gramang van Kwamala Samutu in de vorm van kettingzagen.